meisjes, welkom vandaag bij mijn gloednieuwe video! Zoals jullie misschien al kunnen zien, is er iets aan de hand met mijn beeld. En ik ben overgeschakeld van mijn Canon naar mijn GoPro. En ik heb dan een soort van handvat vast, zeg maar, waardoor ik film. Ja, en dat is eigenlijk, vind ik beter eigenlijk om mezelf te filmen en gewoon naar jullie te praten en zo, om naar jullie te kijken. En het weegt ook niet zoveel, want ik zat eerst altijd met mijn camera zo te lopen. Op een duur krijg je last van je schouders en dat begint echt serieus zwaar te worden. Dus toen dacht ik van, fuck it, ik koop een nieuw ding. Ik koop iets voor mijn GoPro en dan kan ik ook daarmee gaan vloggen. Dus hopelijk vinden jullie het wel een betere kwaliteit en zo. Dat is toch waar ik heen wou. Ik ben nu lekker van plan om wat lekkers te gaan eten. En ik ga even in de koelkast kijken wat ik kan eten, want ja, je hebt natuurlijk wel iets nodig om te eten. Nee, even kijken in de koelkast. En oh mijn god, wat staat er veel in. Ketchup, leverpastei, yoghurt, PSV, boterhamnoos, zeker de moeite, PSV Eindhoven, de gekste. Hier allemaal wat shit, maar nee, niks lekkers. Fuck. Fuck dit. Ik wil wat lekkers eten. Wat is hier in de kast? Hagelslagvlokken. Lekker. Laten we dat gaan eten. Hagelslagvlok, let's go! Hoe maken we nu een perfect, lekker, heerlijk hagelslagbroodje? Dat ga ik jullie nu laten zien en uitleggen. Oké, ten eerste hebben we een bord nodig. Een groot bord, want dan kunnen er veel boterham op. Als je weet wat ik bedoel. En begrijpt wat ik bedoel. Yeah! Dus, een bord. Zo, een bord, klaar. Huppakee. Hagelslag. Niet vergeten een mes om de boter te smeren. Ik vergeet nog iets. En als ik het niet heb, ga ik flippen. Fuck. Hoop ik heb het. Boter. Ja, we hebben boter. Ja. Hier is boter. Light. Butella. Yeah. Boter. En nummer 5. Natuurlijk brood. Want als je geen brood hebt, kan je geen boter aan eten. Nee. Dat was mijn niveau van humor. Zo, mijn boterhammetjes van de hagelslag zijn gelukt. Zijn jullie benieuwd naar het resultaat? Net zoals ik? Ik zal het laten zien. Lekker boterhammetje met hagelslag. Heerlijk. Zeker de moeite waard om een keer te proberen. Ik ga lekker genieten van een boterhammetje met hagelslag. Ik kom hier slap. Heerlijk. Kennen jullie dat gevoel als je super moe bent, maar je eigenlijk toch moet opstaan omdat je school niet kan skippen of je werk, en dan kom je thuis en ben je zo moe. En dan geeft je zo'n gevoel van, ik ga naar mijn bed en ik wil gewoon dit doen. Oh, heerlijk. Heerlijk is dat. Gewoon lekker je kussen pakken, nom, en gewoon lekker een dutje doen. Gewoon er niet meer uitkomen, lekker gewoon met je hoofd op plat op een kussen liggen. En gewoon niet meer wakker worden. Maar nee, dat kan niet. Want er zijn dingen te doen. Toch? Er zijn altijd dingen die je moet doen. Dus ja, je kan maar voor eeuwig in je bed blijven liggen. Maar dat lijkt me ook niet zo leuk. Nee. Dus, staan we lekker weer op. Hoppakee, kussen weg. Hier, even omrollen. Hoppakee. En dan staan we weer recht. Let's go. Ik kom naar buiten. En oh mijn god, wat zie ik? Ik zie regen. Oh mijn god, het regent! Waarom? Waarom regent het? Fuck jullie! Fuck het, de zon moet schijnen! Fuck! Yes! Eindelijk een lekker gevoel en geen regen. Zo is dat altijd, gewoon je wacht even, het regent, je wacht dan nog een keer en dan schijnt de zon. En dat is zo lekker, gewoon de hond uitlaten met dit weer. Dat doe ik dan echt graag, gewoon echt serieus, dat doe ik heel graag dan. Goh, ik kan ook echt niet wachten tot de zomer. Nee, gewoon elke dag lekker weer. Gewoon zon, blauwe lucht, geen wolken. Heerlijk. Oh, ik geniet er nu al van. De zon brandt op je huid. Heerlijk. Oh, the sun is shining. Oh. Ja, Luna. Is je lekker weer, hè? Ja. Ja, hè? Ja, hè?
En ik loop nu even naar een plek toe. En die plek is zo raar. Echt serieus. Hier hebben ze een poort gezet. En ik heb geen idee waarom. Want hier was vroeger eerst een weg. En die weg die werd heel veel gebruikt door auto's. Maar omdat het eigenlijk ja, zeg maar een sluipweggetje was, dachten ze van kijk, we zetten hier een poort neer zodat niemand er meer langs kan. Maar wat hebben ze gedaan? Kijk maar even. We zetten hier een poortje zet. Kijk maar, hij is gewoon open. Maar hij is trouwens niet dicht gewoon. Kijk maar, stel dat je kneuzen dat het zijn, je kan hier gewoon langs. Ik bedoel, ja. Wat heeft het dan voor nut? Wat heeft het dan voor nut om een poort te zetten? Toch? Ik ben lekker bij de geitjes. En hier zitten namelijk geitjes. Ik ga ze nu laten zien. Ze zijn heel schattig ook. Ik ben er heel veel mee te doen. En hier zijn de geitjes. Kijk eens wat schattig. Kijk. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, kijk eens wat mooi. Geitjes. 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 Ja. Jongen. Dat zijn eigenlijk mooie dieren gewoon. Hè? Dat vind ik echt mooie dieren ook. Kijk dat kleintje hier zo. Oh. Wat cutie. Hoe moet jij mijn camera opeten? Ja, hè. Ja. Oh, fucking mooie horens heb je. Oh, 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 oh. Hij gaat er al vandoor. Oh. Even een moment stilte voor de zon die op mijn huid brandt. Oh, dit is heerlijk. Dit is heerlijk, mensen. Ha! Yeah! Leiband swag. Yeah, omdat het kan. Ik ga dadelijk Luna ook een keer loslaten hier in het veld. Hier heb je zo'n weiland. Waar, ja, waar geen koeien staan ofzo, of geen paarden hoop ik. En daar laat ik Luna dadelijk even los dan. En dan gaan we wat leuke dingen doen met de hond. Oh, Luna moet kakken. Oh, Luna moet kakken, kijk. Ah. Ah. Ja, ik heb het op tape, Luna. Ik heb het gefilmd. Ja, yes. Eindelijk gefilmd. Dat wou ik altijd al op tape hebben. Dat ik een hond heb, of mijn hond, zien hebben schijten. Yes, en nou heb ik het eindelijk. Als een baas. Vandaag ga ik ook nog even naar mijn opa. En een vriendin van mijn opa. Om daar wat op te nemen. Kijken wat hun daarvan denken. Kijken of hun ook mij in mijn rol vinden. Ik hoop het niet. Maar ja, je weet maar nooit hè. Bij oudere mensen. Want ja, het is toch raar voor andere mensen om tegen een camera te praten. En zeker als je dan aan het filmen bent. Buiten en de vloggen. En je bent gewoon tegen de camera aan het praten. En dan komen mensen langs. En die kijken je aan van. Doe die gozer nou? Wat is die jongen aan het doen, snap je? Sommige mensen vinden het heel gek dat je tegen een camera praat. Maar ja, goed. Het is natuurlijk eerst wat gewend worden. En dan, als je meer bekend bent, ja, dan is het gewoon normaal. Dan is het gewoon je hobby en zo. En ik loop hier in een weiland. Ja! Luna loopt ook! Ja! 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 In een weiland. Met geen koeien of paarden. Yeah! Omdat het kan. En omdat het mooi weer is. Oh. Oh. Luna! Luna! Ja! Ja! Ben je ook zo moe als ik, Luna? Nee? Goed zo. Dat was een leuk sprintje. Maar hier laat ik de hond wel eens een keer uit. Gewoon als het een beetje kan rennen dan en zo. Dat is ook wel leuk voor haar natuurlijk, want een hond zit altijd al heel vaak binnen. En ze dan nu een keer vrij mag rondlopen als een haasje. Oh, kijk dan. Het is echt mooi om te zien hoe een hond, of de Luna dan, gewoon door het gras heen huppelt. Ik ben er niet even naartoe lopen. Kijk, want je ziet Luna gewoon niet meer. Zie, kijk. Daar gaat ze als een haasje, en als een haasje dood. Gras. Kijk. Prachtig om te zien is dit. Het is prachtig om te zien hoe je die hond gewoon moeite doet om overeind te blijven. Shit. Hij gaat er vandoor. Nee. Luna. Wacht. Luna. Wacht. Hij gaat er vandoor. Luna. Nee. Hier blijven. Luna. Luna. Honden zijn zo smerig op sommige gebieden. Kijk. Mijn hond loopt ergens naartoe. Kijk wat ze vindt.
Gewoon verse paardenpoep. Gadverdamme. Het is net zoals pindakaas. Pindakaas. Ja, toch. Wat lul ik allemaal. Even hier over de prikkeldraad heen. Hoppakee. En dan ga ik nu dan proberen te vangen, want ze heeft geen leibandje aan. En ik kan ze overal heen waar ze heen wil. Dat is niet de bedoeling. Dat weet je. Dat is niet de bedoeling. Heerlijk is dat. Gewoon een beetje plezier maken met je hond. Dat is heerlijk. Vooral met dit weer. Dat vind ik echt iets vets om te doen. Oh, het is zo schijt in mijn ogen. Ik kan niet meer kijken naar de camera. Zeg eens iets tegen de kijkers. Wat wil je tegen de kijkers zeggen? Nou, wij. Oh, wat doe je normaal? Ja, zeg eens iets. En dan ga ik weer naar buiten. En dan is mijn moeder. Dag, mam. Dag. Hallo. Hi. Alles goed? Ja hoor. Met jou ook? Ik geef de planten voeding. Met wat? Ja. Met bodemvoeding. Gazongoed. En wat doet dat? Ja, dat maakt de bodem rijker. Gazonfit. De bodem rijker. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Ja, ja. Ja. Goed zo. Ja, goed hè. Goed bezig. Bedankt. Ja, ik ga de fiets pakken. En dan check ik jullie dadelijk bij de gym. Let's go. Kijken. Hier is mijn fiets. Zo. Ik voel dat hij bijna in elkaar gaat vallen. Maar ja, check jullie zo. Ik ben aangekomen in de gym. En hopelijk is het niet te druk, zodat ik een goede sessie kan hebben. En een great workout. Hé, eindelijk klaar met mijn fitness sessie. Het was een heel zware sessie, maar tegelijkertijd ook een heel goede. En dat is echt serieus heel lekker. Als je net klaar bent voor het fitness. En je komt thuis. Je moet harder praten, want hier is een fucking snelweg. Nee, maar je komt thuis. Wat zeg je, je komt thuis? Nee, ik bedoel dus, als je van de fitness terugkomt, dan heb je zo'n lekker gevoel. Ik bedoel, je bent lekker getraind, je hebt hard gewerkt. En dan is er niks beter dan het gevoel dat je hebt na de fitness. Gewoon dat je naar huis gaat met het gevoel van, kijk, ik ben klaar voor vandaag. Heerlijk is dat. Ah, heerlijk. En nog eens lekker zonnetje. Woe! Ik krijg ook echt serieus zoveel zomergevoel met dit weer. Echt serieus, gewoon lekkere muziek, lekkere zomerse muziek, lekkere temperatuurtjes. Gewoon geen school meer, gewoon lekker zomervakantie. Heerlijk. Echt, ik kan daar niks anders op zeggen eigenlijk. Ik ben er weer. Ik ga even het poortje dicht doen en mijn fiets even wegzetten. Want jullie kunnen misschien al op de achtergrond muziek horen. En die is van mijn moeder. Mijn moeder vindt het nodig om altijd, als zij wat doet, gewoon wat Nederlandstalige muziek op te zetten. Maar daar heb ik op zich niks tegen. Maar gewoon de muziek in het algemeen gaat er nergens over. Maar wat ik meestal doe als ik thuis kom van een fitness sessie. Ik gooi mijn tas. Ik doe mijn tas even uit. Ik gooi mijn tas op de grond. Huppakee. Ik doe de deur open. Ik ga de muziek ook even uitzetten. Want dit is niet de bedoeling. Zo. Ik pak dit ding erbij. Een mixer. Van Piet Hazendraad. Ja. Die doen we hierin. Huppakee. Zo. Melk. Is goed voor elk. Ja. Dat is wel een proteïne. Geen gestaakte fitness sessie. Dat weten jullie. Een banaantje. Hoppakee. Dan gaan we lekker een milkshake maken. Het eerste wat we doen is de melk in de blender. Dus ik pak de melk erbij. Dopje eraf. Dit eraf. Tot de mulsel, hoe dat ook heet. Ik heb geknoeid. Nee. Blender. Ik doe daar een beetje melk bij. Hoppakee. Is misschien wat iets te veel. Maar ja, omdat het kan. Banaan. Hop. Lekker. Een paar stukjes snijden. Hoppa. En die doen we hier ook bij. Oh. Ja, een hele plakzooi, maar dat maakt het uit. Dit is het resultaat van de shake. Doe de deksel erop. Zo. Die zetten we hier op. En dan gaan we shaken. Dan gaan we shaken. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1. Oh!
en meisjes, hij is klaar. En ik ben wel benieuwd naar het resultaat, want elke keer is het wat anders. Oh mijn god, kijk! Kijk hoe lekker! Mm. Heerlijk. Dan neem ik wel een paar glazen. 1, 2 en 3. Zo. Ik heb 3 heerlijke glaasjes voor mijn broertjes dadelijk ook nog. Die laat ik hier even staan. Zodat hun die dadelijk kunnen opdrinken. Zo. En dan ga ik mijn lekker opdrinken. 3, 2, 1. Ah, heerlijk. Glas is op. Ik ben voldaan. Zo jongens en meisjes, wij zijn lekker aangekomen met mijn moeder. Het is vandaag moederdag, dus gaan we een beetje verwennen. En we zijn nu op visite bij mijn opa en haar, zijn vriendin. Zeg ik dat goed? Zijn. Oké, kijk. En dan gaan we even aanbellen. Goedemiddag. Dag Trida. Niet verschieten, ja. Ik ben aan het filmen. Vind je dat erg? Nee, dat zal ik even niet. Ja, moet je mij ook, hoe noemen ze dat? Hoe noemen ze dat? Gelukkig. Dag opa. Nee, dit is voor mijn kijkers, voor mijn YouTube kanaal. Dit komt online, als dat niet even. Zal ik zo op te staan? Ja, wil je dat? Nee. Wil je dat? Nou, zit me nog goed. Dit is mijn opa dus. Dit is een, ik ben de opa van Alwin. Ik drink graag een bol. Ik ben nu een beetje onder invloed, dat snap je wel, hè? Nee. Leuk dat je dat nog kan meemaken. Nee, maar ik zat hier op een stoel, jongens en meisjes. En die stoel, die is van mijn opa. Nee, die is van Trida, zo moet ik het zeggen. Maar met je stoel kan je leuke dingen doen. Dat moet het wel goed doen, hè? Niet dat ik dadelijk allemaal verkeerde dingen doe. Maar als je bijvoorbeeld op dit knopje drukt, zie je, dan gaat de stoel ook naar voren en zo. Dat is voor gehandicapten. Voor gehandicapten dus. Nee, maar dat is super vet gewoon. Dat je een stoel hebt waar je dingen mee kan doen. Ja. Die wij niet hebben, snap je? Als het jeugd van tegenwoordig. Maar goed. Hier heb ik een, wat is dat eigenlijk? Van trillfuncties of zo. Een afstandsbediening voor die stoel? Ja, een afstandsbediening voor deze stoel waar je bepaalde trillingen mee kan doen. En dan moet ik het wel... Dat is een massage. Dat is masseren. Hoor jullie dat? De stoel maakt ook bepaalde geluiden, ik weet niet. Is dat ook een groot... Een eigen doet hij ook. Een eigen doet hij ook. Gewoon opa. Oh. Hoor eens. Oh, relax stoel. Ik ben net lek van de wc teruggekomen. Ik ga nu in de auto toe, want we gaan weer vertrekken. Jammer genoeg, maar helaas. Zakelijke overwinning, maar ik moest er wel hard voor zwoegen tegen een erg sterke Club Brugge. Stop maar. Ja, opa, wij zijn aan het filmen. Wat vindt u ervan? Wat vindt u ervan? Nee, moest je de weg weten, meneer. Ja, we moeten naar Bree. Hoe moeten we naar Bree? Ja, hoe moeten we naar Bree, opa? De weg. Oké, dat gaan we doen, hè. Okay. Salut. Hey, houdoe. Toch zou Anders zich nog naar het einde slepen. We rijden nu naar Bree. We gaan nu naar Bree rijden. Ja, gaat alweer nog wat sturen. Gaat je nog wat oefenen? We gaan nog wat oefenen voor mijn rijexamen. En dan hopelijk sta ik voor de eerste keer. Dat kan je nooit weten natuurlijk, hè. Nee, maar als je voor de eerste keer slaat, jullie zullen het allemaal horen. Ja, dan zullen jullie links het wel horen. En natuurlijk op de video's zien. Links graag. Links? Ja. Let's go. Man, er zijn 2 jongens in het vrije. Hier links, langs de bus af. Oh, dat vind ik een keer fijn gezicht. Ja, hallo, we zijn nu in Bree en Alwin gaat nu alle straatjes die hij kent nog eens even opnieuw doen. Voor zijn examen binnenkort en alle sluwe trucjes nog eens even bekijken. Dat ze hem niet beet nemen. Wat vind je ervan, Alwin? Hij staat nu voor een stopbord, we zitten op de drukkering. We zitten al nou op de bek. Zullen we afspreken dat jij zegt wat ik doe? En dan zal ik die richting heen rijden, oké? Okay? Duimpje voor mezelf! 2 duimpjes! Hartstikke leuk, man! In Bree rijden met mijn zoon. Ja. Ik ben nou lekker aan het rijden hier in Bree op politie. Dat vindt al goed. Mag ik op zondag rijden? Lessen? Ja, hè? Oké, rij eens even achterna. Nee. We're not fucked. Dus ik ga de andere kant op. Yeah! Pluimpje voor Alwin! Pluimpje? Duimpje, hè? Duimpje! Sorry, ik begrijp het soms maar half. Heb je wel aanleg voor video's te maken, hè? Ik denk het wel! Ik ben beroemd! Die zit dik van mijn hoofd, gek. Oké. En dan ga ik uitstappen, want... Oh,
Wat een leuke dag was het. Hè man? Ja, hartstikke leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Hè? Kom, we lopen. On Mother's Day. On Moedertjesdag. Gelukkige moederdag, mam. Dank u, dank u. Huggy, huggy, huggy. Oh, my big son. Huggy, huggy, huggy. Dank je. Is this nice to see? And what do you say? Ja, yeah? Yes. I like that. I like it. I like it. Blauw duimpje omhoog voor mijn kleinzoon. Dat is Pico Bello. Yo, I ain't here for the money, I ain't.